Ja, het is een leuke wedstrijd. Goede sfeer. Ja. Het gaat goed bij ons. Dus, ja, 4-0 geloof ik, 5-0 is het? 4-0, ja. 4-0. Had je dat al verwacht van tevoren? Of? Ik had wel een overwinning verwacht, inderdaad. Ja? Ja, kijk, de spelers die willen natuurlijk heel graag winnen. Maar wat is voor jullie de hoofddoel om deze wedstrijd te organiseren? Ja, de hoofddoel is... je zit in dezelfde wijk. Je zit nog 1 kilometer van elkaar vandaan. Ja. Naast dat je concurrenten bent, ben je voornamelijk ook buren van elkaar. Het is gewoon belangrijk dat je als goede buren met elkaar omgaat. En als je 1 keer in het jaar bij elkaar over de vloer komt. Ja. En spelers, supporters zijn weer bij elkaar. Mm-hmm. Dan krijg je de onderlinge band en krijg je wat meer respect voor elkaar. Dat zijn de grote regels. Is voor vandaag, hè? Wat het belangrijkste hier is dat we met plezier voetballen en met respect, dat is het allerbelangrijkste. Ja, normen en waarden, dat is een hele hoge regel. En net zoals in betaalde voetbal kan er altijd maar eentje de winnaar zijn en de beste wint. Maar het is gewoon heel leuk om te zien dat mensen er toch afkomen op een zo'n hoge rugcup. Ja. Ja. Ik vroeg net al aan de voorzitter van Basten, zijn dit al voorzichtige plannen om de club samen te laten smelten misschien in de toekomst? Ja, dat is nog een beetje vroeg, maar het is wel, een zet naar een plezierige samenwerking met elkaar. Ja. Dat is zonder meer. Okay. Het is mooi om die supporters hier gewoon tussen elkaar te zien staan. Hè? Dat is ook zo. Dat, moet, voor. Dat moet ook zo kunnen. Dat moet ook zo kunnen. Goedendag. Deze wedstrijd in Barça, het gaat verder. Het is altijd een mooie wedstrijd om te zien. Het is altijd wel spannend, hè? Maar vandaag niet echt. Ja, het is heel bekend. Ik krijg je kans om te kijken. Nee, echt, hè? Ja. Wat vind je van Barça op dit moment? Ze zijn de bovenliggende partij. Ja. En Advendo? Dat is niks. Dat is iets minder dan vorig seizoen, inderdaad. Vorig seizoen waren ze goed. Jij speelt zelf nog voetbal, Jason? Ja, maar een beetje vriend. Welke club? UVV. UVV? Ja. Oké. Bij onze Bredaanse dorpelingen. Ja. Ik zou zeggen, nog veel plezier bij deze wedstrijd, DJ. Dankjewel. De scheidsrechter is aan de glas, waarom? Ja, het was steeds harder. En de scheiding van ook het hele veld in. Dus nou heb ik zoiets van, voor de rest van het seizoen moet Advendo door, Basten zonder Moenen door. Dit is gewoon niet te doen. Oké, en zijn beide partijen ermee eens? Dat maakt mij persoonlijk niet zoveel uit. Het gaat meer om de gezondheid. Ik krijg mijn sodemieter als de KNVB, die krijgt hoor dat ik hierop ben doorgegaan. Oké. Dus u gaat eigenlijk voor de veiligheid, gaat u er vanaf? Ja, voor de veiligheid van de spelers van het rest van het halfgezien. Nino heeft 2 keer verloren. Nino 2 keer verloren. Mario, 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 Mario. Waarom deed Mario nou niet mee? Waarom niet? Mario! Loser! Nederland loser! Nederland loser! We hebben Indo 2 keer voor Barça. Loser vandaag! Barça zonder en Barça. Hij deelt helemaal. Het is wel lekker hoor. En daar Christian! Dag moeder! Song! Song! Kun je even een interviewtje? Jazeker! De aanvoerder van Barca. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Ja. Oh ja, 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 ja. Nu heb je het al koud, denk ik. Ja, zeker. Ze mogen hier graag, zie je wel. Ja, graag, ja, de aanvoerder, hè. Dus, Maar we spreken hier even met de aanvoerder van Barça. Ja. Kijk, hij heeft zo hard gezweet. Ja. Maar wat vind je ervan, gestaakt? Ja, ik vind het in principe vind ik het jammer. Hij had eigenlijk niet mogen beginnen dan als hij het veld te hard vond. Maar ja, ik respecteer zijn mening en dan staken we gewoon, hè. Na 70 minuten. Dus wat dat betreft vind ik het wel jammer, maar het is niet anders. Ja. En even over de wedstrijd. Ik denk dat er maar één partij was, hè? Sap, Team 7 komt eraan. Meer weet ik niet. Sap, Team 7 komt eraan. Ja, klopt, ja. Wij speelden gewoon een goede pot. We wilden de ruimtes klein. We speelden gewoon onze eigen wedstrijd. Creëerden driehoekjes constant. En dus we gingen met 3-0 rusten, geloof ik. En daarna klaarden we gewoon een karwei. Dus ik vond het wel een goede wedstrijd van onze kant. Oké, mooi. Wil je nog iets kwijt aan je fans of vrienden? Ja, ik wil iedereen bedanken die hier naartoe is gekomen. En dat ze ons vaker mogen steunen. Dus wat dat betreft vond ik het wel heel leuk. Goed.